Zomer 1939. Vanaf de dijk aan de Oosterschelde hebben we zicht op Kattendijken. Meneer Van Es uit Goes filmt zijn kinderen en zijn vrouw. Aan de beelden kunnen we niet zien dat er sprake is van een crisis of van oorlogsdreiging. Integendeel. De amateurfilmer uit die jaren is een mooi weerfilmer. Hij gaat op zon- en feestdagen met de camera erop uit. Wij hebben in ons archief meer van die filmopnamen. Van uitjes in de jaren 30. Zoals hier. De familie Belger uit Kreeveld brengt de vakantie in Zoutelanden door. Pa filmt op 31 augustus de viering van de verjaardag van koningin Wilhelmina. Het muziekkorps Luctor et Emergo op weg naar het strand. Een ander vakantiefilmpje uit die tijd voert ons naar Duitsland. Een reisje langs de Rijn zo te zien. Toeristische kiekjes van Beierse vrouwen in klederdracht. Verbazing als ze aanleggen en van boord gaan in een van die Rijnsteden. In Nederland waren we dankzij de krant en de radio op de hoogte van de ontwikkelingen bij onze oosterburen. Door de internationale gebeurtenissen raakten we meer en meer op onze hoede. Giel van Arenthals uit Katz gaat in 1939 mee op excursie naar de Herofabrieken in Breda. Een interessant gebeuren, waarbij ze getuigen zijn van de fabrikage van jam en limonade. Als ze onderweg een stop maken, ontwaren ze Nederlandse militairen. Die zie je niet vaak op Noord-Beveland. Giel laat zijn camera snorren en filmt de manoeuvres van dit legeronderdeel. Ongetwijfeld is het hem vooral om de paarden te doen, want daar heeft hij alle verstand van. Thuis, op zijn boerderij in Katz, heeft hij er wel 14. Zijn 11-jarige dochter Mies is erg gehecht aan al die viervoeters bij hen op het erf. Alles ging met paarden, hè? Dat was nog niet machinaal zoals nu. En dat vond ik altijd heel gezellig. We woonden dan op een boerderij natuurlijk. En we hadden dan de paarden en alles. En dan hadden we ook een paar paarden met veulens. Dat vond ik ook altijd heel leuk. Die zag je opgroeien. In het voorjaar van 1940 filmt haar vader een aangrijpende gebeurtenis. Het Nederlandse leger is gemobiliseerd. Buitengewone wetten zijn in werking getreden. Zo mag het leger huizen en bezittingen vorderen van burgers als dit van algeheel belang is. Voor het vervoer van materiaal heeft het leger paarden nodig. En we zijn hier getuige van een zogenaamde paardenvordering. We moesten de paarden allemaal naar het dorp en dan werden daar de beste uitgekozen natuurlijk. En die moesten dan weg. Dat was natuurlijk toch heel ingrijpend. Dat vond ik heel erg. Als kind maakte dat eigenlijk nog de meeste indruk. Nederland in de ban van een dreigende oorlog. In ons archief hebben we van heel wat verschillende filmers beelden van gemobiliseerde Nederlandse militairen. Op 28 augustus 1939 stelt de regering een algehele mobilisatie in. 250.000 mannen trekken hun uniform aan en voegen zich bij hun legeronderdeel. Er zijn lang niet genoeg kazernes en de soldaten worden her en der ingekwartierd. Deze militairen krijgen geen specifieke taak en er is een groot gebrek aan deskundige leiding en wapens. Algemeen ervaart men deze inkwartiering als zinloze toestand. Men gaat vaak ter oefening maar wat marsjes doen. Opvallend is ook dat nog niet eens de helft van de troepen langs de Duitse grens is gestationeerd. In Zeeland worden er zo'n 9000 soldaten gelegerd, terwijl er hier hoegenaamd geen dreiging is. Ik was aan het dorsten.
een boer op Wolversdijk aan de mobilisatie bracht uit en ik moest achtergaan van achter de rust op zin in Voetsie. En de generaal die wist ook niet wat ze meer moesten doen op dat moment. Maar in ieder geval, we waren toen op de trein gezet richting Brabant. En dat was dan interessant, want het was echt een soldatentrein. En dan stond bij de overwegen stond de bevolking om zuid te wuiven. Want de jongens gingen de oorlog in. Bij gebrek aan kazernes worden er onder andere scholen gevorderd. Dat kan dan zonder al te veel rompslomp. Door het afkondigen van de mobilisatie treden er allerlei bijzondere wetten in werking. En we deden dan in de mobilisatie een beetje oefenen. En prikken daar versperringen al lagen overal. Al belachelijke dingen. Het is improviseren geblazen. Niet alleen gebrek aan gebouwen, maar ook aan broodnodige zaken zoals een bed. Geen nood, vorder ergens stro en vul daarmee jute zakken. En je bedje is gespreid. En s'nachts bij de wacht lopen. Al op toerbeurt. En overdag weinig te doen. Dan ga je lol trappen. Veel ongein. In andere gevallen verbroedering met de plaatselijke bevolking. Alle tijd voor ontspanning op het sportterrein. En ja, dan bracht je zo de tijd door. S'avonds nog eens een cafeetje graven, een zwaantje, dan ging men een principe aan. Belachelijk. Hoe dan ook, voor al die jonge mannen en hun familie en geliefden onzekere tijden. Het komt dan ook nogal eens voor dat er hals over kop nog even getrouwd wordt. Met het trouwboekje in de hand heb je immers meer maatschappelijke zekerheden. Hier beelden van zo'n huwelijk. Voor de gemobiliseerde soldaten een welkom verzetje. Ze zullen de gelukkige collega die dag op allerlei manieren in de watten leggen. Maar het was altijd niet even leuk. Op 10 mei vallen de Duitse troepen Nederland binnen. Hun overmacht is indrukwekkend en het Nederlandse leger is amper in staat enige weerstand te bieden. Veel in Brabant en Limburg gelegerde troepen slaan op de vlucht. Ze vormden de zogenaamde Peellinie, die in 1 dag door de Duitsers onder de voet wordt gelopen. Hier zien we een deel van die Peeltroepen. Op hun vlucht zijn ze op Noord-Beveland terechtgekomen. Beelden van het erf van de boerderij Zeldenrust bij Cats. De eigenaar kennen we, Giel van Arentals. Zijn vrouw en zijn dochter Mies, te midden van de soldaten op de vlucht. Deze Peeltroepen maakten een behoorlijke indruk in Zeeland. Zeker op de hier aanwezige soldaten. Hun verhalen over de aanvallende Duitsers, hun overmacht, de totale overrompeling en de snelheid waarmee ze oprukten. Deze Peelsoldaten waren totaal gedemoraliseerd en dat straalden ze in die eerste meidagen duidelijk uit. Niet alleen op de bevolking, maar zeker ook op de hier gelegerde soldaten. Mensen waren dodelijk vermoeid, weet ik nog wel. Er was één man die moest dan op de telefoon letten. En dan, toen had mijn moeder daar ook een soort bed gelegd in dat kantoortje bij mijn vader. En de man die sliep en dan ging die telefoon, hij werd niet eens wakker. Zo vermoeid waren ze, die waren gewoon helemaal kapot, hè, die mensen. Ze kwamen dan gewoon ook ontredderd. Die 10e mei kwamen de vliegtuigjes over. En toen zijn we heel ons bootje opgepakt en we zijn op een schoentje op de poortjes. We hebben naar Tiel gestapt. En gelukkig dat er aan die weg een riolering aan het leggen waren. En er lag overal van die grote rioleringbuizen. En ik kwam die vliegtuigen over en ik kwam af en toe wel eens schuilen. Maar dat dit. En dan moest het schutterspeks graven en dan ging ik slapen.
En dan hebben we de nacht gelegen. En toen bleek het dat we gecapituleerd waren. En dat was al. En we zijn met bussen vervoerd naar Fort de Belt in Utrecht. En daar hebben we alle spulletjes in geleverd. En toen zaten we op de wallen van Fort de Belt te kijken op de verkeersweg van Utrecht naar Waardem. En dan zag hij heel die kolonnes Duitse Weermacht drie rijen dicht soms over die straat komen. En dan zie je dus dat we in Nederland zitten slapen hebben toen. Want ze wisten helemaal niet wat aan de andere kant van de grens gebeurde. Wakker of niet, onze oosterburen beschikken over een enorm groot en modern leger waarmee ze binnen de kortste keren heel Europa zullen bezetten. Nog meer terugkieken 4045? Ga naar omroepzeeland.nl/40-45.